beste kijkers, lobbywangs, de politie is weer in uw huiskamer. Weer in uw huiskamer om u de resultaten van Cecilia de afgelopen 2 weken te presenteren in verband met de operatie Veilig Suriname. Velen onder u die zullen op de een of andere manier te maken hebben gehad met de politie. Het zij of het nou gaat om een verkeerscontrole, of als het nou gaat om een feestje dat is opgezet dat bij presidentieel besluit op dit moment verboden is. Ik wil allereerst beginnen met de roadblocks. Ja, de surveillance en de roadblocks. U zult de politie verventer in uw buurt hebben gezien. En indien dat dit het geval is, vragen wij om via het nummer 105 de aandacht van de politie hieromtrent te vragen. U moet er even rekening mee houden, we zitten met een capaciteitsprobleem. Maar dan nog, ja, scoot en probeer je, voel kan de alles. We hebben de afgelopen 2 weken hebben wij in de regio's Paramaribo, Midden, Oost en West hebben wij een aantal aanhoudingen gehad die allemaal te maken hebben met de operatie Veilig Suriname. We komen op een totaal van 11 aanhoudingen, respectievelijk 5, ja, in de periode 27 februari tot en met 5 maart. En in de periode 6 maart tot en met 12 maart dat wij er 6 hebben gehad. En het gaat om aanhoudingen om verschillende gevallen. Ja, of het nou gaat om diefstal, of het nou gaat om drugsgerelateerde zaken. Dat is het totaal aan aanhoudingen. Ten aanzien van in beslag genomen zaken, die zijn ook divers. Ja, ze kunnen variëren tussen scherpe voorwerpen, voorwerpen die voor in beslagname vatbaar zijn, als ook drugsgerelateerde zaken. Ik denk in de richting van marijuana. Ja, dat is het meest in beslag genomen de afgelopen tijd. Ja, en misschien nog kleine hoeveelheden hash en cocaïne. Dan hebben wij tijdens dezezelfde roadblocks hebben wij een situatie gehad waarbij er in totaal 34, ja, ik praat over de periode 27 februari tot 5 maart, dat er 34 mini-roadblocks zijn gehouden, ja, in de verschillende regio's, zoals ik eerder aangaf. En voor de periode 6 maart tot en met 12 maart hebben wij 95 mini-roadblocks gehouden. U merkt dat er een wezenlijk verschil is tussen de roadblocks van vorige week en de roadblocks die deze afgelopen week zijn gehouden. Dat geeft aan dat er aanwijzingen zijn dat de politie, die de politie dwongen om vaker de straat op te zijn. En die aanwijzingen die kunnen verband houden met drugsgerelateerde zaken, maar het kan ook dat die aanwijzingen te maken hebben met het te hard over straat rijden of de verkeersmisdrijven. We hebben de afgelopen tijd hebben wij vaker sterfgevallen gehad in het verkeer. Mensen die niet hebben gevraagd om het leven te laten, die zijn de dood ingejaagd door wangedrag van medeweggebruikers. En heeft de politie zowel in de week van 27 februari als de week van 6 maart respectievelijk 5 grote roadblocks, als de week van 6 maart
9 gezamenlijke roadblocks georganiseerd. Ik kan u zeggen dat bij deze roadblocks er heel wat boetes zijn uitgeschreven. Daar kom ik straks op terug. We hebben in de week van februari, laat me even snel teruggaan. Ja, 27 februari hebben wij een totaal aan PV-overtredingen in het verkeer 290 gehad. En het afgelopen week tot en met 12 maart, ja, wel te verstaan, hebben wij 359 PV-overtredingen uitgeschreven. Het aantal verkeersboetes is in de week van 27 februari. Ja, verkeerscontroles, ik zie hier 25 in totaal, verdeeld over de 4 regio's. En in de week van 12 maart, dus 12 maart daar voorafgaan, hebben wij 30 verkeerscontroles. Wij merken dat bij deze verkeerscontroles een hoofdpijn voor de politie is dat heel wat mensen rijden in een voertuig, een vierwielig motorvoertuig, zonder dat ze in het bezit zijn van het rijbewijs om dat voertuig te besturen, of dat ze rijden met een voertuig waarvoor zij niet in het bezit zijn van een categorie of voor een categorie rijbewijs om dat voertuig te mogen besturen. En als ik kijk over de 4 regio's, dan zie ik dat in de week van 27 februari dat er 54 mensen zijn beboet voor het rijden zonder rijbewijs of rijden buiten de vastgestelde categorie. In de week van tot en met 12 maart zijn dat er 47, ja, die de politie heeft betrapt en beboet. Overschrijding van de maximumsnelheid, ja, daar tasten we een beetje, het zijn een beetje randcijfers. Ja, ik ga daar niet echt over praten, omdat er nog wat kleine wijzigingen aangebracht moeten worden. Maar dan wil ik het hebben, ik merk dat heel wat autobestuurders er een gewoonte van maken om met een voertuig over straat te rijden, terwijl dat voertuig niet is verzekerd. Mensen staan er niet bij stil. Ja, de gevolgen van het niet ter herkeuring of niet te verzekeren van hun voertuig. En in de week van 27 februari hebben wij gehad dat 52 voertuigen, ja, de politie heeft 52 autobestuurders beboet die met een voertuig over straat reden dat niet verzekerd is. Afgelopen week hebben we 43 mensen maar kunnen betrappen. Het niet ter herkeuring aanbieden van voertuigen is ook een issue. Beste lobbyman, kijkers, Skoto Ebar Odi, Ajeng.